Dat een computer ook gewoon heel mooi kan zijn, is in één oogopslag duidelijk wanneer je deze Asus Zen All-in-One Pro ziet. Deze All-in-One computer heeft beauty en brains. Het opvallendste aan de Zen All-in-One Pro is het mooie scherm. Dit 23,8 inch Ultra HD scherm heeft een resolutie van 3840 bij 2160 pixels. 4 keer zoveel als een Full HD scherm voor haarscherp beeld. Het IPS-paneel heeft een kijkhoek van 178 graden, zodat je vanuit elke hoek geniet van al dat moois. Al deze grafische hoogstandjes vereisen flink wat kracht. En die kracht is er ook. Dankzij de NVIDIA GeForce GTX 960M grafische processor, die zich ook uitstekend leent voor het soepel spelen van veel eisende games op de hoogste resolutie. Je kijkt er ook zonder haperingen HD-video mee, in levendige, natuurgetrouwe kleuren. Natuurlijk heeft de Zen All-in-One Pro de nieuwste generatie Intel Core i7-6700 aan boord. Aangevuld met 8 GB aan geheugen en een hybride drive van 1 TB en 8 GB. Daarmee stuur je moeiteloos het besturingssysteem Windows 10 en al je programma's aan. Asus heeft de allermodernste technologie in deze All-in-One toegepast. Zo is er een USB Type-C poort die aansluiten gemakkelijker maakt, omdat het niet uitmaakt hoe je de connector erin steekt. Bovendien is deze met maar liefst 10 gigabit per seconde ook nog eens 2 maal zo snel als de USB 3.0 aansluiting. Voor compatibiliteit zijn er ook 4 USB 3.0 poorten en een USB 2.0 poort aanwezig. Een wachtwoord intypen? Dat is verleden tijd. Met de uiterst nauwkeurige Intel RealSense 3D camera hoef je alleen maar je gezicht te laten zien. Bovendien kun je sommige programma's en games zelfs met gebaren en bewegingen besturen. Externe speakers aansluiten is niet nodig met de Zen All-in-One Pro. Deze computer heeft maar liefst 6 speakers ingebouwd die samen 16 watt aan geluid leveren in stereo. Muziek en films klinken geweldig. Zo is deze krachtige, professionele computer meteen ook een geweldig entertainment center. En zeg nou zelf, jij zou de Asus Zen All-in-One Pro toch ook een prominente plaats in je woonkamer geven?